Goedendag, Telegraaf vandaag van vrijdag 24 februari. De dag dat blijkt dat de beveiligingsrel rond Geert Wilders nog veel groter is dan gedacht. Het verhaal rond de dienst bewaken en beveiligen, de DBB, begon dinsdag met Faris K. Er blijken dus naast Faris K nog twee mensen van deze dienst beveiligen en bewaken op te zijn gepakt op verdenking van een strafbaar feit. Het zijn ook weer twee broers, ook met een Marokkaanse achtergrond. En zij zijn al in 2015 geschorst. En ze zijn nog steeds verdacht in een groot omvangrijk onderzoek. Mick van Wely. Dinsdag ging het nog om iemand die niet direct te maken had met Wilders. Nu wel. Bewijst ook een tweet van de PVV-leider van vanmiddag. Vreselijk. Dit waren mijn directe persoonsbeveiligers die tot in mijn safehouse kwamen. Dit is heel erg eng. Maar wat voor risico heeft Wilders nou eigenlijk precies gelopen? Het ministerie zegt dat hij geen gevaar heeft gelopen. Ik vind dat echt heel erg kort door de bocht. Ik bedoel, misschien is er niet concreet gevaar geweest. Maar het feit dat je in de groep, in de directe groep, dit ging ook echt om zijn persoonlijke beveiliger. Anouar LM was een persoonlijke beveiliger van Wilders. Als je daar iemand hebt zitten die niet deugt, natuurlijk is dat gevaarlijk. Hij is dus ook in staat, we weten niet wat hij heeft gedeeld met iedereen. Ik bedoel, je hebt op een cruciale positie iemand die niet deugt. En dat is heel gevaarlijk natuurlijk. En de kans bestaat dat er nog meer lijken uit de kast komen. Want de hele gang van zaken van vandaag maakte één ding duidelijk. Bij VNJ, het ministerie van Veiligheid en Justitie, is het een zooitje. In ieder geval qua communicatie. We zijn eigenlijk gisteren getipt hierover en hebben dat uitgezocht. En vanochtend neergelegd bij de politie en gevraagd om een reactie. Toen bleek eigenlijk dat de top van VNJ helemaal niks van wist. Zelfs Wilders wist het niet. Toen is in allerlei LRL is besloten om een soort communicatiestrategie te bedenken. En is vanmiddag, kort nadat wij het nieuws publiceerden, is Stef Blok naar buiten gekomen om te vertellen over deze zaak. Dat Wilders niet is geïnformeerd hierover is eigenlijk ronduit schandalig. Ik kan me heel goed voorstellen dat hij dat heel belangrijk zou hebben gevonden. En dat vindt hij ook, als hij hierover wel was geïnformeerd. Al dus Mick van Wely. En hij is alweer nieuwe primeurs op het spoor, dus meer hierover in uw zaterdagkrant. Tot zover Telegraaf vandaag. Goed weekend. Dag.